Yo mensen van Epic Gamers, en vandaag spelen we weer Minecraft. Ik ben Meinert. Ik ben Douwe. Ja, dat is Douwe. En ik ben Ricardo. Ja, dat is dus Ricardo en dat is Douwe. En ik ben dus Meinert. Ik heb een noob skin, maar ik heb een tekstje per kaas staan, dus ik zie er niet noob uit. Ik ben Macho Man! Macho, macho, macho man. En we gaan let's play doen, dus houthakken. Nou, houthakken! De eerste episode gaat hoe overleven we de eerste nacht en daar maak ik het even dag. Kijk, een creeper, zou ik hem gaan knuffelen? Boe! Maar in ieder geval, best. Maar we hadden wat bedacht, we zouden misschien challenges gaan bedenken. Ja. Of die kunnen de kijkers even gaan bedenken voor ons misschien. Ja, dus als jullie als kijker een challenge hebben bedacht, misschien van ik zeg iets, bouw een boot of zo, of bouw een haven, wat dan ook. Verzin gewoon een leuke challenge die te halen is met survival mode. En niet te moeilijk is in het begin. En misschien gaan wij dan gewoon die challenges uit gaan voeren. Dus dat is wel leuk. Mag ik het huis bouwen? We gaan samen het huis bouwen. Eerst allemaal hout verzamelen. Ja, maar ik heb een heel cool idee voor een huis. Oh jongens, we zijn jullie? Ik heb een crafting bench. Crafting table. Maar ik heb een heel cool idee voor een huis. Nou, wat dan? Maar gek, jong. Ah, dat is... Ja, best wel. Maar ik weet het niet. Dan heb ik wel wat meer hout nodig. En het is ook heel erg lang geleden voordat we Minecraft hadden opgenomen. Ja, lang geleden. Ja, Minecraft zou eigenlijk... Ja, ja we hadden ooit een tekstje... Ik heb schapen gevonden. En pigs, heel veel. Maar in ieder geval... Ricardo en Douwe hadden een adventure map gespeeld en die hadden we opgenomen. Alleen, die is ergens in mijn computer verzeild geraakt en die kan ik dus niet meer ja, vinden. Ja, Meinert, dat typ je gewoon in % op data move. Ja, dat heb ik al gedaan, maar dat lukte niet. Met een buurt heb ik niks meer. Nee, ik bedoel... Ja, Douwe, lalalalala. Maar in ieder geval, dat is wel heel jammer geweest. Maar misschien gaan we die adventure map nog een keer opnieuw proberen. En we zeggen dat je niet welke adventure map het wordt. Ik zet even de muziek in. Zelda. Oh, nee. Legend of Zelda? Ja, nee. Dat kan wel heel knap hoor. Zonder die houd even dan. Oh, hier zit een mine. Ja, daarom. Ja, laat even die mine zitten. Oké, hier zo, kijk. Oh, maken we een mine in huis? Nee. Nee, we moeten geen mine aan. Oké, hier komt onze crafting bench. Klopt. Echt, kom hier schaap. Of kip. Ik ga dan, mag ik jou dan even? Ik heb precies een pickaxe. Ik maak even een X. Ja, maar ik heb een heel cool idee van een huis, maar dan moet ik eerst even wat meer hout hebben. Ja, laat het mij even open dan, want kijk, net die ingang was cool. Ik heb Beeble. Ja, dat weet ik, maar dat, kijk, dat kunnen we daar zo. Jongens, ik heb wat Beeble. Kijk, en dan moet. Dus vloer, kijk, Ricardo, daar plaatsen we dat trapje dus. Ja. Ik geloof hier. Hebben jullie trouwens een kool gevonden? Ik heb alleen maar wolf hier. Ik hem. Douwe! Ja? Oké. Dacht al, het is op stil. Ik ben hier even op dieren aan het jagen van vlees. Ik heb al 3 appels en heel veel saplings. Ik heb al 5 eieren, 2 kippenvlees en 4 wol, dus... Ik ga wel even hout hakken, ik heb toch een... Oh, is die kool? Eerst dat schuim, even een kippetje pakken. Niet kip. Oké, ik ga de kool hakken. Pom 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 pom. Dit is een beetje levenloos muziek. Maar die update van dat er nieuw hout is, dat gewoon die gekleurd hout, dat vind ik wel gewoon, nou, niet slim eigenlijk. Niet slim? Nee, dat vind ik saai. Nou ja, kan wel slim zijn, maar gewoon. Als je wilt spawnen, dat kost het wel, is wel irritant. Het is een beetje boring. Boring. Sorry. En we introduceren nu Douwe's moeder. Niet bij jou, Douwe. Wow, 3000 views in 1 uur. Wow. Hey, mag ik nog wat hout hier, Carlo? Ik heb 3 stacks hout. Ricardo. Ricardo. Mag ik wat hout? Nee. Oh.
We blijven reclame maken. Je hebt het toch gehaald. Ik heb even een bericht aan de kijkers. Als je bijvoorbeeld met ons mee wilt spelen, maakt niet uit wat gespel, Minecraft, wat dan ook, Dungeon Defenders. Dungeon Defenders kan je alleen maar met Tower spelen, maar mij niet. Mij. Oh ja, en jou, maar jij bent niet boeiend. Nou. Timberman. Fuck, ik maak levers, dat wil ik niet. Maar, zoals mij. Maar, mijn, jij moet gewoon... Maar als je mee wilt spelen, dan moet je dat even gewoon in de chat... En als jullie willen, mogen jullie voor mij niet ook Dungeon Defenders kopen. Nou. Voor mij niet.